We staan vandaag met mevrouw Sharma Bihari. Zij is van Stichting Gezondheidspromotie. En zij gaat ons meer vertellen over de dag die vandaag georganiseerd is. Dag mevrouw Bihari, hoe gaat het met u? En kunt u ons een beetje vertellen over deze dag? Dag mevrouw, het gaat heel goed met mij. Ik ben heel erg blij. Nou, dit is een gezondheidspromotiedag die wij als medische studenten die in Cuba de medische studie doen in samenwerking met de medische studenten hier organiseren elk jaar in de maand augustus. Zo'n dag houdt in dat we de Surinaamse samenleving dan bewust maken over een gezonde levensstijl. Door middel van gratis hun bloeddruk te checken, hun glucosegehalte, hun lengte en gewicht om zo de body mass index te bepalen. We geven ook medische adviezen hoe gezonder te leven aan de hand van de meetresultaten van de geïnteresseerden. En om gewoon de bewustwording in de Surinaamse samenleving op te wekken. Gezonder te leven en hoe gezonder te leven. Want we weten dat er een heleboel chronische ziektes de ronde doen. Zoals hart- en vaatziektes, diabetes mellitus en hypertensie. Die we allemaal kunnen voorkomen. Los van dat ze gelineerd zijn aan de genetische factor. Ze is ook gelineerd aan een ongezonde levensstijl. Dus om zo minder van deze chronische ziektes in de Surinaamse samenleving te hebben, organiseren we dan aan de prevention van deze ziektes. Om hoeveel studenten gaat het precies en hoe vaak organiseren jullie zo'n dag? Van het jaar hebben we 22 medische studenten die participeren aan zo'n een dag. Sorry, uw volgende vraag. En hoe vaak organiseren jullie dit? We organiseren zo'n promotiedag elk jaar. Omdat zo'n promotiedag gelineerd is aan veel sponsoring. En omdat het even stroef gaat met sponsoring, hebben we het dan gehouden aan één keer per jaar. Maar ook omdat de studenten die te Cuba studeren, de Surinaamse studenten die te Cuba studeren, dan in de maand augustus meestal hier zijn voor vakantie. En dan kunnen ze ook lekker participeren. Maar als stichting willen we wel graag naar werken om het frequenter in een jaar te organiseren. We organiseerden dit wel vanaf het jaar 2014. Vorig jaar hebben we het helaas niet kunnen organiseren vanwege een tekort aan sponsoring. Maar natuurlijk hebben we dit jaar veel opgepakt omdat we dit jaar genoeg sponsoring hadden om zo'n dag te organiseren. U zegt dat het gaat om studenten van Cuba die daar studeren, dus dat Surinaamse studenten. Wat studeren jullie allemaal daar? Nou, de meeste van ons studeren medicijnen. We hebben één student die eerst medicijnen studeerde, maar ze is geswitcht naar farmaceutische wetenschappen. Dus zij kon ons geïnteresseerden meer adviezen geven om welke tabletten te gebruiken en welke dosis en hoe frequent ze de tabletten kunnen gebruiken. Maar voor de rest hebben we dan medische studenten die participeren. We hebben zelf één arts die juist al is afgestudeerd van de medische faculteit daar op Cuba en dan terug is om hier haar verdiensten te verlenen aan de Surinaamse gemeenschap. Eén arts, hoe lang duurt zo'n studie en zijn er meerdere afgestudeerd? Ja, we zijn meerdere afgestudeerden vanwege drukke werkschema's konden ze er niet aanwezig zijn vandaag. Maar we hebben sowieso eentje die ondanks dat drukke werkschema toch wel tijd heeft gemaakt. En ze is al arts om hier te zijn en om ons te helpen. De studie op zich, de medische studie op Cuba, duurt 6 jaren. Maar we moeten 7 jaren daar zijn omdat we 1 premedisch jaar moeten doen. 1 premedisch jaar waarbij we in het Spaans dan biologie, vakken als biologie, scheikunde, natuurkunde en chemistry krijgen in het Spaans. En waarbij we de Spaanse taal ons eigen kunnen maken in dat eerste jaar. En dan de 6 volgende jaren studeren we dan medicijnen allemaal. De studie is helemaal in het Spaans. Al de boeken in het Spaans. En dan komen we dan terug naar Suriname om dan 1 stagejaar hier in Suriname te lopen. Dus de medische studie op zich is in Cuba 6 jaren met een extra jaar erbij, stagejaar hier in Suriname. Is de taal een barrière voor jullie? Nou, volgens mijn mening niet echt. Voor mij was het niet echt een barrière. Omdat wij Surinamers snel de Spaanse taal kunnen oppikken. En net wat ik zo net heb uitgelegd, het eerste jaar leren ze ons eigenlijk de Spaanse taal. En kunnen we de Spaanse taal ons eigen maken. En geven ze ons bepaalde basisvakken die we op de middelbare school hebben gekregen in het Spaans.
Ik zie vandaag, we komen terug op deze dag. Er zijn toch wel wat mensen die bij jullie stand stoppen. Bent u tevreden met de mensen dus die interesse hebben om hun status te kennen? Ja, ik ben sowieso tevreden. Al was het maar één persoon, maar dan weten we dat we desnoods één persoon hebben geholpen. Gelukkig is er niet maar één persoon gekomen om zo'n gratis check-up te doen. En zien we wel de aanloop van mensen en zien we wel dat we de mensen kunnen helpen en te hulp staan met een vriendelijke glimlach en zijn de mensen echt tevreden met de service die we hebben. Oké, ten slotte, aan de hand van de informatie en alles wat u hebt kunnen zien vandaag, de mensen die zijn langsgekomen, wat voor adviezen kunt u de mensen geven? Nou, over het grootste deel, hun lichaamstaat was wel normaal. Er waren wel bepaalde die ietsje aan de hoge kant staan, ietsje hoge bloeddruk hadden en een hoge glucosegehalte. We hebben als adviezen gegeven om ten eerste te letten op wat ze eten, op hoe ze koken, eerder te kiezen voor eerder hun eigen eten klaar te maken en te letten op hun zoutgehalte en hoeveel zout ze gebruiken. Ten tweede, wat we willen meegeven is genoeg fruit en groenten te incorporeren in hun dieet. Ten derde, wat we ook geven is genoeg bewegen. Je hoeft niet speciaal naar de gym te gaan om fit te zijn. Maar af en toe, desnoods 30 minuten in een dag of 30 minuten drie maal een week wat lopen. Helpt al om fit te blijven en gezond te blijven. In plaats van naar de winkel te gaan met de auto, in plaats van naar de stad te gaan met de auto. Even wat lopen als het 30 minuten is. Even dat dan doen. Voor de mensen die al aan zo'n chronische ziekte lijden, al diabetes zijn, al hypertension hebben, dan geven we dan mee om te letten op natuurlijk wat ze eten, maar ook om hun medicijnen frequent te gebruiken. En dan geven we ze ook tippen hoe ze hun medicijnen kunnen gebruiken. Er zijn bepaalde mensen die zelfs toegeven dat ze hun medicijnen niet elke dag gebruiken. Dus we geven dat ook als advies om daarop te letten. En ook te letten op de uren waarbij ze hun medicijnen gebruiken. Voor de rest geven we ze ook wat water mee, gratis wat water mee, om zo de gezondheid, een gezonde levensstijl te promoten. De politie van Centrum kreeg op vrijdag 17 augustus 2018 rond 2 uur een melding dat er dieven bezig waren bij Cheese Jewelry aan de Heilige Weg. Uit het onderzoek bleek dat het alarm van het bedrijf afging, waarna het beveiligingsbedrijf dat door de ondernemer ingehuurd is, er naartoe geweest is. Via het dak hadden de dieven zich de toegang tot het pand verschaft. De politie heeft de verdachten in de vliering aangetroffen en aangehouden. In de vliering werden ook nog 3 breekijzers, een hamer, een schroevendraaier, een betonkutter, een bijter, een blikkenschaar, een pleier en 3 tassen aangetroffen. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de 3 verdachten in verzekering gesteld. Deze zaak is aan de afdeling kapitale delicten voor verder onderzoek overgedragen. Het vermoeden bestaat dat zij nog meerdere inbraken op hun kerfstok hebben. Studenten en docenten van het Albert Cameron Instituut hebben geprotesteerd tegen het besluit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om het ACI op te doeken en ingaande het komend schooljaar onder te brengen op het complex van het Algemeen Pedagogisch Instituut. Leerkrachten en studenten hebben aangegeven dat zij zich ernstig zorgen maken over de nieuwe behuizing. Ik heb net met de secretaresse gesproken en we hebben gezegd, of ik heb aangegeven, ik heb het probleem gedeponeerd op het bord van de minister. De minister is de hoogst verantwoordelijke. Yes. En we hebben gezegd, we willen een gesprek hebben met de minister. Ja. En nu. Ja, en ik heb gezegd, vandaag nog. Ja, en nu. Helemaal. Als de leerlingen problemen hebben, docenten problemen hebben, dan kunnen we ten alle tijde terecht bij de minister. Zij is en blijft de hoogst verantwoordelijk.
Dus wat de minister ook wil doen, we wachten op antwoord van de minister. Ja! En gaan we weg? Nee! We blijven hier totdat er een gesprek komt. Ja, dus we wachten even op de minister. Ik heb de boodschap doorgespeeld via de secretaresse, dus we wachten af. Nee, secretaresse moet niet komen. De minister heeft gezegd dat de minister wat ik ben afgezet. Ik ben afgezet. Nee, maar wij praten niet met de secretaresse. Nee! Wij hebben alleen een boodschap doorgespeeld via de secretaresse. Maar we praten niet met de secretaresse. Nee! Ja, en de verantwoordelijke, dat moet worden aangewezen door de minister. Ja? Onze boodschap is duidelijk. De minister zegt altijd, de leerling staat centraal. En leerlingen staan hier, docenten staan hier. Zijn we niet meer centraal? Nee! We wachten op de minister. Vrede is vrij. Handen af! Handen af! En we blijven bij het AVI! En niet AVI! Geen RPI, hè, maar. We gaan zo meteen, ja, maar dat gaan we aanbieden aan de minister. Dus dan moet snel naar beneden komen. Ze kan snel een beslissing maken dat als ze iets zou doen, dan moet ze snel een beslissing maken dat ze naar buiten komen. Wat is het probleem? U weet het toch, de minister van Onderwijs en de verantwoordelijke van het ministerie, nemen ondoordachte beslissingen. Met het gevolg dat grote groepen leerlingen worden benadeeld. Leraren worden ook benadeeld. En wij als vakorganisatie kunnen niet toekijken hoe het fout gaat. Daarom hebben we gezegd, we zijn bereid om aan tafel te zitten met de minister en te komen naar een oplossing. Wat is de kern van het probleem nu, van dit specifiek probleem? Niet het algemeen groot onderwijsprobleem, maar dit probleem van de leerlingen van het Albert Cameron Instituut. Nou, het probleem is dat er onvoldoende locatie is voor nieuwe leerlingen. En we proberen dat op te lossen door te gaan schuiven met leerlingen. En in dit geval wil men dus de leerlingen van het ACI onderbrengen op het SPI. En u begrijpt, mensen hebben zich ingeschreven op het ACI en ze volgen een aantal jaren les op het ACI. En dan kan je niet van de ene op de andere dag zeggen, deze leerlingen moeten eigenlijk hun stekje verlaten naar een andere locatie. Maar terwijl deze locatie is zo'n probleem? Blijkbaar willen ze op deze manier die hele school van het ACI gebruiken voor leerlingen van het IMEAO. En blijkbaar is het, daarom zeg ik, het probleem wat we nu hebben is dus gebrek aan locatie, lokaliteiten. Maar niet, zo los je het niet op. Dat moet duidelijk zijn. Ja, kijk, een school bestaat bijna 65 jaar en dan kan je niet zomaar op van de ene op de andere dag die school opheffen. Ja. Dat kan niet. De particuliere bushouders kunnen fluiten naar de nieuwe tranche van de brandstofcompensatie. Dit doordat de particuliere lijnbushoudersorganisatie onder leiding van John Mahadeel Singh nog steeds niet kan verklaren wat er met de brandstofcompensatie van SRD 1,4 miljoen is gebeurd. Dit bedrag was eerder in het lopend jaar overgemaakt. Na controle door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie bleek dat er aan de bushouders veel minder is uitbetaald dan er initieel was overgemaakt door de autoriteiten. Doordat PLO slechts aan hen uitbetaalt die daadwerkelijk hun diensten verlenen, blijft er meestal een restant over van de subsidie. Dit wordt overigens niet teruggestort voor de overheid, wel wordt dit bij de eerstvolgende overmaking afgetrokken. Dit proces is slechts bij één tranche onderzocht en leverde het verschil op van SRD 1,4 miljoen. De politie van Latour heeft aan de nieuw weer gevonden weg een verdachte geschoten in diens onderbeen.
Deze verdachte, Saviel T., had kort voor zijn aanhouding het slachtoffer Eddie van zijn halsketting beroofd op de kruising van de nu weergevonden weg en de Kewalbansingweg. Tijdens de aanhouding verzette de verdachte zich hevig, waardoor de politie vuurwapengeweld moest aanwenden. De rover heeft in- en uitschotverwondingen opgelopen aan zijn linker onderbeen. In het belang van het verder onderzoek heeft de politie de verdachte T in verzekering gesteld. Hij is onder politiebewaking in het ziekenhuis opgenomen en verkeert buiten levensgevaar. De brandweer kreeg zondagochtend via de centrale meldkamer van de politie een melding van een woningbrand aan de Weidemweg. Brandweervoorlichter Harvey Ling zegt dat de melding omstreeks 2:02 binnenkwam. De brandweer was binnen 5 minuten ter plaatse. Op het brandadres aangekomen werd een laagbouwwoning deels uit steen en deels uit hout aangetroffen met een oppervlakte van 10x15 die in lichte laaien stond. Volgens Ling verbleven 2 personen naar verluid dak- en thuislozen in de woning. Het pand was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en was ook niet tegen brand verzekerd. Een van de inwonenden maakte zich uit de voeten toen de brand begon, terwijl de tweede, een man van bijkans 52 jaar, in de vlammende zee is verkoold. De oorzaak is vooralsnog niet bekend. Het bestuur van Stichting Christelijke Onderwijzersopleidingen onder leiding van de preses van de Evangelistische Broedergemeente, Desiree Peerwijk, de bisschop van het RK Bisdom Paramaribo, Karel Tjuni, en het schoolbestuur van het Christelijk Pedagogisch Instituut zijn op vrijdag 17 augustus om 12 uur 's middags in een spoedvergadering bijeengekomen samen met de directie van het CPI. Aanleiding voor deze spoedvergadering was de mededeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur dat het CPI na de centrale aanmelding van studenten te weinig inschrijvingen heeft gehad en daardoor voor het tweede achtereenvolgende jaar geen eerstejaarsstudenten zal hebben. Besloten is om een urgent gesprek aan te vragen met de minister van Onderwijs en de vaste commissie Onderwijs van de Nationale Assemblée, aangezien er hieraan een fundamentele kwestie van godsdienstvrijheid ten grondslag ligt. In voorbereiding op de eerste wedstrijd van de CONCACAF Nations League in september heeft de nationale voetbalselectie van Suriname een oefenwedstrijd gespeeld tegen Frans-Guyana. Zaterdagmiddag werd het in Cayenne de wedstrijd van de jonge Ifenso Comphalius die uitkomt voor Transvaal. In de taaie partij tegen de Fransen scoorde Comphalius een haarzuivere hat-trick en wel binnen 15 minuten. Het eerste doelpunt viel in de 31ste minuut toen een afstandsschot van hem onhoudbaar was voor de Franse doelman. In de 40ste minuut kon Comphalius met een stift de doelman verslaan. In de 45ste minuut kwam de mooiste goal van hem. Comphalius dreef op vanuit rechts, kapte naar links en haalde verwoestend uit 3-0. Dit werd ook de ruststand. In de tweede helft kwam Comphalius niet meer binnen de lijnen. Invaller Alvaro Verwij scoorde in de 50ste minuut de 4-0 binnen. Op het Jabar Imamdi Sportcomplex is zaterdag het U20 kampioenschap van de Surinaamse Dambond van start gegaan. Er doen 10 dammers hieraan mee. Uit de U17 spelers Quincy Nawikromo, Nawin Ludur, Sagaluk Dur en Rohan Durgamisir hebben de uitdaging aangenomen om tegen de grote boys te spelen. Opvallend is de afwezigheid van de UEFA dammers in deze klasse. Er zal volgens een round-robin systeem gespeeld worden tot zondag 26 augustus.